Hallo mensen van Gamers B, vandaag gaan we verder met de Little League Cup. We zijn aangekomen bij de Losers Bracket en dan Battle 2, ik tegen Milan. Round 1. You versus Sandrine. Oké, hallo mensen, we zijn er weer met zo'n tweede versie. En als je nu denkt, Sander, waarom zit je zo raar? Ik zit hier met een kat op schoot. Of nou ja, niet op schoot, naast schoot. Is dat een ding? Nou ja, maakt niet uit. Waarschijnlijk is het een dom teampie. Volgens mij, Sorua moet je altijd als eerst. Want dan denkt hij, yo, is een andere guy. En dan is het Sorua. Maar hij weet ook dat ik Sorua heb. Dus hij kan ook denken, ah, shippies. Ik ga miauwen, want dan ga ik de Endeavor tactiek doen. Hoort hij nou mij wel trouwens? Want dat zou heel kut zijn. Had ik mezelf ook moeten muten. Ik hoop dat hij zichzelf gedeffend heeft. Wacht even, ik ga even checken. Hij is zichzelf gedeffend, oké, gelukkig. Nu denk ik, waarom duurt het zo lang? Ik was eventjes panisch dat ik mijn hele tactiek heb verraden, maar dat viel mee. Oké, Milani. Ik ga me verslaan, Hing. Dat is Engels. Chinchou en Phil Pixie. Oké, ik heb met Goomy te maken. Wink wink, ik heb met Goomy te maken. Dat snap je helemaal uit dan, ja. Ja, dit is kut, want zeg maar, al deze dingen, die kan Goomy niet. Dus dit is echt eigenlijk gewoon heel kut. The user turns the target strength against it. The higher the user again. Ja, maar ze hebben niet, ik ga fictief. En dan op Chinchou. En Metal Claw op die Vulpixie. Aurora Veiling? Niet Aurora Veiling. Ice Beam? Haha, jokes on you. Oh, het is een shovel. Wat? Wow. Nee. What the fuck? Wie had dat gedacht? De magnet is gone. Luzu. Oké, ik had beter de Vulpix kunnen. Waarom doen mijn moves zo weinig? Oké, Claim Spit. Ik weet alleen niet. Ik ga dat op Chinchou doen. Was ik eerst? Nee, ik was niet eens eerst. Dus dat is fucking dom. Sorry, was fucking traag blijkbaar. GG Milan. GG. Basically GG. Withdrew Phil Pixie. See? En nou gaat hij naar de Dino. Ja, maar ik heb ook nog een Dino. Ja, hij weet dat het al meer doet, dus. Die fucking cut plane split, dat hebben we helemaal geen zin. Oké. Dit is heel kut, want die Chinchou staat nog on the field. Ja, ik moet. En hij heeft Ice Beam. We hebben ook sowieso een Electric type move. Maar Toadel heeft ook een Ice Mannequin. En hij weet al dat ik dinges bij me heb trouwens. Ik kan geen... wat kut. Oké, ik ga voor Metal Decline. Fire Fang, wat op. Had ik nou maar Endeavor gedaan. Kut. Ja. Kut, sorry. Maar goed, hij weet nog niet dat... Hij weet nog niet wat ik heb, zeg maar. Dus hij weet mijn strategy nog niet. Ik had dus toch moeten doen. Ik had ook niet verwacht dat gewoon... Ik had niet verwacht dat Firefang af, dat was. Ja, nee, ik ben echt wel dood. Attack Rose. Ja, nee, want daar hebben we nog veel aan. Ik heb waarschijnlijk weer hele domme plays gemaakt. Zeg maar, ja, ik kan nu Endeavoren. Maar dat boeit niet zoveel. High risk, high reward, baby. Ik ga Endeavoren in de hoop dat hij mist. Blizzard hit beide, wat een bullshit. Oh, Draco Meteor werkt wel. Fijn. Fijn, erg fijn, erg fijn. Ja. Waarom stond er op de Vulpix dat effective was als de Fairy type is? Nou, klaar met. Ah, we hebben nog twee potjes. Wie weet, je weet het niet.
Ik baal verder niet hoor, dat ik deze vloer heb. Round 2. Oké, ik ga sowieso dat het cheap voelt, maar ik ga sowieso met die... Even kijken, ik wil Gumi en ik wil Sandile's ook. Dark Ground. Even kijken, is Sandile slim om te doen? Waarschijnlijk niet. Nou verwacht hij dat ik hem niet ga doen. Ik ga hem wel doen. Dit lijkt zo dom. Ik ben heel benieuwd hoe deze battle gaat. Ik hoop dat ik deze win. Al kan ik mijn Endeavor Strat doen, zeg maar. Dan ben ik al heel blij. Ah, de vorige keer was echt perfect geweest als ik dat toen had gedaan. Maar ja. Ja, of een Ghastly. Jij zal wel denken, waarom zet je steeds Ghastly in? Oké. Of steeds Ghastly, steeds Meowth. Oké, dit is echt een kut beat voor mij. Wacht, is Vulpix alleen Ice? Oh mijn god. Daar kom ik nu achter? Ja. Ik doe wel gewoon dit. Ga gewoon eventjes teamen op Vulpix. Ik weet niet of dat Sim is. Nee, dat is niet Sim. Nou, misschien is dat wel slim. Waarom deed ik dat? Ja, omdat ik... Dat was dom. Dat was echt heel dom. Ik weet nu wel dat ik deze kan gebruiken, omdat het ice is. Dat is niet handig alsnog. Ja, ik heb ook niet zoveel. Ik denk wel dat... Ja, alleen Darno sowieso is daar weer sneller. Dat is een beetje... Oh, hij gaat terrestrializing. Hij gaat zijn Darno terrestrializing. Iets wat niet zwak is tegen Ghost, ja. Of Dragon. Ja. Mijn plays zijn niet op een top geweest. Deze. Oké, please op Meowth. Deed ik de Endeavor? Please zeg maar dat ik de Endeavor deed. Please. Volgens mij wel, toch? Nu alleen hopen. Oh ja, dat... Dit ba... Ik ben zo fucking dom. Oké, dat deed je op zich wel decent. Ja, kut, sorry. Kijk, ik weet ook... Dit is het probleem met mij. Ik weet gewoon oprecht niet wie sneller is. Ik ga substituten. Ik kan mij het ook verrekken. Ik ga de laf tactiek doen. Ah, hij is eerst. Never mind. Ja, dat kan ik niet eens substituten. Ja... Ik dacht dat Sips 2 priority had, in my defense. Nou, I have lost, what? Dit was echt slechte plays, man. Dat was echt slechte plays vanaf mijn kant. Ik heb meer gegeven, gegund. Jammer genoeg komt hiermee een einde aan de Little League Cup voor Sunny Shore Shadows. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie bij de volgende battle.